Yo mensen van Nerdstudentenvijf en ik ga Minecraft singleplayer hardcore proberen. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed in Minecraft, maar ik ga wel mijn best proberen te doen. Oh. En we pakken natuurlijk game mode hardcore. Ja, oké. Oké, zoals ik al zei, ik ben niet de beste in Minecraft. Maar ja, we kunnen maar proberen. Dus ik ga hier denk ik een vaste serie van maken. En als ik doodga, dan eindigt die dus. Dus ja, dat is dan spijtig voor mij. Maar we zullen wel zien wat er gebeurt. De wereld is nu aan het genereren. We zijn al op de 20%. We zijn nu dus op de 50% en op de 100% last but not least. Oké, dus ik denk dat de wereld nu gaat genereren. Maar ja, het duurt precies nog even. Oké, joining world. En ja, we moeten dus blijkbaar nog heel even wachten. Oké, hier zijn we dan. Het lijkt een beetje, maar als skin heb ik dus Sans van Undertale. Ik ben ook een, ja, het lijkt echt helemaal kapot. Maar dit wordt wel beter na het. Oké. Het lijkt een heel klein beetje. Uiteindelijk gaan we deze boom wel kapot kunnen hakken, maar met deze lijk wordt dat redelijk lastig. Oké, de lijk begint al een beetje te beteren. Maar hij bestaat natuurlijk nog. Oké, we hakken natuurlijk de boom. Om ja, natuurlijk een huis te bouwen, omdat dat is natuurlijk het, ja, de eerste prioriteit bij Minecraft. Het is maar te hopen dat de lijk zal ophouden. Ik weet niet welke difficulty ik heb gezet. Options. Oh, oké, dat is dus automatisch hard. Dat wist ik niet. Oké, hier is al de lijk een beetje zo goed als weg. Maar ja, er is er natuurlijk wel nog. Oké, ja. Oh, oké. Laat ook maar. Er is redelijk veel lijk. Ja, ik denk dat ik jullie zie als ik een paar bomen heb omgehakt en ja, dan zien we wel wat we verder doen. Ik ben nu dus bezig met hout te hakken en ik hoor al zombies en bats. Maar ja, bats doen natuurlijk niks, maar zombies wel. En om die nu al tegen te komen, dat betekent dat het, ofwel, ik denk niet dat het bijna nacht is, maar dat hier een cave in de buurt zit. Dus ik denk dat wij wel in ieder geval snel een huis zullen moeten bouwen. Het zal om te beginnen niet zo groot zijn, maar dat zien we dan wel binnen een paar minuten. Oké, ik ben. Ja, ik heb niet al te veel bomen gehakt, maar ik heb er in ieder geval een paar. Maar ik zoek nu een vlak gedeelte om mijn huis op te bouwen. Oké, ik zie er in ieder geval daar al één. Oké, dat is damage. Die wil je eigenlijk niet pakken. Maar ja, als je mij bent, dan neem je die natuurlijk wel. Dus ja, dat is
Oh, hier is al een cave. Dat weten we dan ook. Oké, dan maken we ook planks en maken we een crafting table. Oké, dus ik begin nu aan mijn huis. En waar ik meestal altijd problemen mee heb, is eten zien te vinden in het begin van de game. Omdat ik weet niet zo goed waarom, maar dit blijft voor mij altijd een probleem. Het wordt sowieso een skeerhuis, maar dat maakt mij niet uit, want het is Minecraft Hardcore. En daarin hoeven huizen niet mooi te zijn. Het irritante aan deze lijk is dat de blokken die ik hak soms 10 seconden duren voordat ze kapot gaan. En ja, ik haat lijk. En dit is echt helemaal niet leuk om mee te spelen, maar ja, ik doe mijn best. Meestal maak ik mijn huis vanuit mijn mijn van in mijn huis. Maar ja, nu gaan we dat dus niet doen omdat mijn huis te klein en te skeer is. Kijk, dit is dus het irritante. Het duurt heel erg lang voor ik een blok breek. En dat is natuurlijk helemaal niet zo leuk. Maar ja, ik denk dat dit ergens mijn computer te vol staat of zo. Ik ga dat denk ik de volgende keer oplossen, maar dan zien we dan wel. We landen direct op koop, wat daar heel lekker is. In het begin van de game, omdat ja, dat is natuurlijk belangrijk om alles te, ja, te verbranden. Maar met zo'n lijk is het niet leuk, dus ik ga even kijken of het op te lossen is en dan zie ik jullie terug.
Ik heb het dus proberen op te lossen, maar zoals je ziet werkt het nog steeds niet. Het is heel sad. Maar ja. We zullen moeten doen waarmee wij het moeten doen. Maar het is eigenlijk echt helemaal niet zo leuk. Dus ik hoop dat het in ieder geval een beetje verbetert tegen de volgende keer. Is de lijk weg? Ja, volgens mij is het weg. Nee, nevermind. Ik heb niets gezegd. Ofwel? Ik denk dat het zo goed als opgelost is, want ik ondervind niet al te veel lijk meer. Wel een beetje, maar ik kan het denk ik nog een beetje oplossen door mijn framerate helemaal naar 10 te doen. De frames zijn nu redelijk laag, maar als dit het oplost, maakt het mij niet echt uit. Maar zoals je zag, teleporteert niet een beetje, dus het is niet 100% weg. Maar we zullen het moeten doen met wat we hebben. Ik hak alle kool en raad wat hierachter zit, ijzer. Ik ben redelijk zeker dat je voor ijzer wel een stone pickaxe nodig hebt. Ik ben natuurlijk niet de beste in Minecraft, maar als er iets is waar ik bijna zeker van ben, dan is het dat. Zoals je ziet, ik heb mijn renderdistance ook echt super laag gezet om zoveel mogelijk lag te vermijden. En ja, het werkt een beetje, dus daar mag ik blij om zijn. Volgens mij wat we ook al kunnen maken is een kist. Daar kunnen we tot nu toe alles wat we niet nodig hebben al in stoppen. En dan kunnen wij nu beginnen aan het hakken. Van het ijzer natuurlijk. Het is al redelijk veel ijzer, wat altijd nice is. Maar zoveel is het nu ook niet. Het is misschien genoeg voor het is genoeg voor twee pickaxes en dan nog twee over. Maar ja, we zullen het er tot nu toe mee moeten doen. Oké, dan gaan we wat verder naar beneden mijnen. Oh, zoals je ziet is hier nog steeds ijzer. Nog steeds alweer ijzer, laten we zeggen. Wat natuurlijk zeer nodig is in het begin van de game. Maar op het einde van de game ben je het meestal zat, omdat je het zoveel vindt. Maar ja, we zullen wel zien hoe ver we zelfs geraken in de game. Want als we doodgaan, is het voor ons natuurlijk gedaan. En dat zal natuurlijk spijtig zijn, maar ja, we zullen wel zien. Dat was even zo een ingeluidje. Waar ik soms heel erg raar vind dat in Minecraft zit, omdat voor kinderen denk ik dat het soms een enge, ja, een eng. Als mijn pickaxe gaat breken, ga ik denk ik voor nu de video afsluiten en zie ik jullie de volgende keer. Maar we zullen zien of ik de. Of ik daarna nog zin heb of niet. Oké, wacht even. Kijk, dit is dus een gekende tactiek. Je breekt de gravel en zet er meteen een torch onder.
zodat ja, niet op je hoofd kan, allee, niet in elkaar stort en je 10 miljoen gravel moet hakken. Dit is misschien niet slim, want als hier gravel bo okay. Als daar gravel boven zat, dan viel het op mij en dan ging ik hoogstwaarschijnlijk dood. En dat willen we natuurlijk niet, want dan is ons hardcore avontuur al naar de vaantjes. Oké, onze pickaxe is kapot. Ik denk dan dat het genoeg is voor te mijnen voor vandaag. Maar ja, we zullen zien in de volgende afleveringen hoe het verder afloopt. Want ja, ik denk ook dat we in de volgende aflevering eerst achter eten moeten zoeken. Want ja, dat begint stiltjes aan op te raken. En ik denk in de volgende afleveringen dat wij de nacht zullen ondergaan. Omdat het al redelijk duister begint te worden. Maar ik ga uitloggen in mijn kamer en ik zie jullie de volgende keer. Dag.